Hi iedereen, ik heb vandaag een filmpje voor jullie. Je had een dagactie dinsdag bij de trekpleister. Je had make-up tasjes gevuld van Catrice en Essence. Die waren 15 euro per stuk en die waren in de dagactie. Op is op, is ook maar eenmalig, geloof één keer in het jaar. Het is nou het derde jaar dat ik ze zelf ben tegengekomen. En ik wilde eigenlijk gewoon even laten zien wat er in die tasjes zit. Het zijn nieuwe artikelen van de nieuwe collecties van Catrice in Essence. En ja, ik vond het zelf wel heel erg leuk. Je moet er wel echt op tijd bij zijn, want het is vaak gewoon echt dat ze maar 5 tasjes van elk hebben. En dan per filiaal. Dus het is echt op is op. Maar ik ga beginnen om de tasje even te laten zien. Dit is het tasje van Essence. Gevuld. Het is wel heel grappig zo. En er zitten dan nieuwe producten in, zoals jullie kunnen zien. En volgens mij heb ik er ook al een paar van gereviewd. Maar daar ga ik het zo meteen eventjes over hebben. Ik zal even van Catrice laten zien. Dit is degene van Catrice. Ook een hele mooi gevuld tasje. Is het 15 euro echt waard? Want er zit geloof ik echt wel meer dan 15 euro in. Dus het is wel heel erg leuk. Ik ga even beginnen met het tasje van Catrice. Waarom met die van Catrice? Catrice is het eerste merk make-up waar ik ooit mee begon. Dus dat vind ik wel heel erg leuk om die om even als eerste te doen. Ik hoop dat het fritsje open wil. Nou, het wordt bij elkaar gehouden door een plasticje in het midden. Dan wordt het wel mooi onderscheiden, zeg maar. Als eerste wat ik eruit haal, dat is de Absolute Bright Eyeshadow Palette. Dit is ook een nieuw palette in de collectie. Eerst had je al de Nude Palette. En daar ben ik zelf echt super enthousiast over. Dus ik ben ook heel erg benieuwd naar deze. Hier heb je echt wat mooie lichtere kleuren. Ook dat licht roze is heel erg mooi, vind ik zelf. En ja, je loopt ook wel weer een beetje over naar het bruin. Dan heb je paars, dan heb je nog een donkere roze. Ja, dit lijkt een beetje op een wit. Maar ja, meer beige. En dan heb je nog een gele. En dan staat achterop altijd een tooltje hoe je het eventueel kan aanbrengen. Of tips, wat dan ook. Dus deze zit daarin. Dan vind ik hier een Sun Shimmering Glow. Dit is de nummer 10 Shimmering Bronze. Het is een, eigenlijk gewoon een bronzer, hè. Ook wel een mooie in combinatie met de zon. Volgens mij weerspiegelt het doosje heel erg. Zo gaat beter. Ja, en dat is dan in combinatie met gewoon een hele mooie poeder gewoon wel heel erg mooi. Die. Dan zit er een lakje in, een nagellakje. Schaduwt het heel erg. Dit is de 46 Berry Patter en Plum Door of zo. De namen zijn altijd wel bijzonder bedacht. Die zit daar ook in. Een mooi paarse lakje met een shimmeringetje erin, vind ik zelf. Mooi shimmer. Hij glanst wel iets, zeg maar. Hij geeft dan weer spiegeling. Nog een lakje. Dit is de Ultimate Nail Lacquer in de kleur 57 Carl Zeiss Trachique. Een mooie roze kleurtje, zoals ik het zo kan zien. En wel lekker fris, vind ik het. Ik vind het wel een lekker fris kleurtje. Als laatste zie ik hier een Crushed Crystals. Dit is een glitterlakje. Even kijken of deze ook nog zo'n bijzondere naam heeft. Nou, hij zal hem vast wel hebben, maar ik kan hem dus gewoon echt niet lezen. Maar dit is een leuk glitterlakje. Leuk voor over bijvoorbeeld die roze heen of zo. Dat kun je wel heel leuk combineren.
En dan zie ik hier de Prime and Fine Anti-Red Base. Het is een groene concealer. Is toch wat altijd wel gezegd wordt ook, hè. De beste concealer tegen, of primer is dit. Is een primer, de beste primer tegen rode vlekjes en zo, hè. Je hebt ook groene concealers. En dit is dus een red base. Ook heel benieuwd naar. Zo, dan stop ik deze kant even terug. En dan ga ik eventjes de andere kant laten zien. Wat er als eerste uitkomt, dat zijn wimpertjes. De Lash Couture Single Lashes. Dit zijn losse wimpertjes. Kijk hoor, of ik hem een beetje open krijg. Hij kan natuurlijk wel open, maar ik ga even kijken hoe dat in zijn werk gaat. Nou, ik krijg hem zo niet, maar het zijn gewoon losse wimpertjes die je dus eigenlijk gewoon ertussen kan zetten. Volgens mij heb je ze ook in meerdere combinaties, zeg maar. Dit zijn de single lashes en er zit ook een lijmkubietje bij wat ik zo kan zien. En hier ben ik ook best wel benieuwd naar. Het is echt een goed gevuld tasje. Ik ben echt gewoon een beetje flabbergasted wat voor dingen er allemaal in zitten. Het is gewoon echt wel allemaal ook gewoon uit de nieuwe collectie. En dat vind ik geloof ik ook wel heel erg leuk. Want je hebt eigenlijk al een beetje het idee van wat kun je verwachten dus en wat niet. Even kijken, dan vind ik hier al een heel mooi paletje met 3 kleuren. De Absolute Eye Color. Het is echt een heel mooi palet. Met echt hele mooie kleuren. Hier ben ik echt helemaal van onder de indruk. Echt super mooi. Gewoon het doosje zelf ben ik helemaal fan van. Dit is de 100 Frozen Yoghurt. En dit zijn een beetje mooie yoghurtkleuren eigenlijk. Een beetje mooi licht. En ik ben er echt helemaal fan van. Dan in het hoekje zie ik de Prime and Fine Matte Ring Power Waterproof. Dit is dus eigenlijk gewoon een matterende poeder die je make-up langer zou laten zitten. Maar deze is dus waterproof. Dat is echt wel super, super chill. En een hele mooie spiegel zie ik er ook in. Eigenlijk is dit gewoon een poeder die waterproof is. Dat heb ik zelf nog nooit gezien. Dit is de 10 Translute. En eigenlijk moet ik wel zeggen dat ik van de verpakkingen van Catrice wel heel erg... in tegenstelling tot Essence vind ik de verpakkingen van Catrice toch echt wel wat luxer als... die van Essence dus. Maar Catrice is dan ook wel ietsje duurder. Maar het blijft toch wel een heel budget merk ook. Ik ben zelf hier ooit mee begonnen met Catrice. Toen was Essence er nog niet. Tenminste, niet in Nederland. Dus dat is wel heel erg leuk om dan dat zo terug te zien, zeg maar. Stop eventjes wat terug. Nou, dan ga ik door naar het volgende. Er zit een lipstick in. Ook best wel een luxe uitstraling. Het is... Er staat geen kleur op. We gaan gewoon kijken. Een mooie rode. Een hele mooie rode kleur. Ik vind het... ook de verpakking gewoon weer heel erg luxe. Natuurlijk mooi overal bij te combineren. Vooral ook in combinatie met een mooie lipliner. Ik vind het rood heel mooi. Dus een mooie rode lipstift. Dan zit er in Up to 8 Hour Color. Dit is een nieuw smoothing lip polish, noemen ze het. Het is gewoon eigenlijk een lipproduct die ook 8 uur zou blijven zitten. Volgens mij hebben we dat nog niet eerder gezien van de budgetmerken. Dat iets heel lang zou blijven zitten. Dat hoort toch wel meer tot de luxere merken zoals Rimmel of Maybelline. Dit is ook een rode kleur.
zit er gewoon zo'n kwastje in. En dat kan dan weer heel mooi aangebracht worden. Overigens heb ik zelf hier vorige week ook een lichtere kleur van aangeschaft. Dus die zal ik binnenkort ook even reviewen voor jullie. Infinity Shine Lip Gloss. Mooi roze kleurtje. 115 Pink Twice. Nou, dat kun je ook wel zien. Het is echt een hele mooie pink kleur. En de Glamour Doll Curl and Volume Mascara. Extra Curl and Blackout. Nou, dit is wel een heel grappig huls hier. Vind ik ook wel. Het loopt zo een beetje schuin. Ik ben ook wel erg benieuwd naar het kwastje. Ja, het loopt ook een beetje schuin af. Lijkt me echt heel fijn werken. Dus ben ik ook heel blij mee en nieuwsgierig naar. Dat was dan ook het laatste wat in het Catrice-tasje zat. Ja, volgens mij is de waarde wel 50 of 60 euro hoor. Tenminste, dat stond in het krantje. Dus ik weet niet of ik het allemaal moet geloven. Maar ik vind het echt een heel mooi gevuld tasje. Ik heb hier zelf ook nog helemaal niks van gereviewd van Catrice. Van Essence zag ik al wel een paar producten langskomen die ik had gereviewd. En gewoon super blij mee. Dan gaan we naar het volgende tasje, het Essence tasje. Begin ik eventjes vooraan. Deze is ook al heel leuk verpakt. Die gaat met knoopjes open. En ook weer plastic om het bij elkaar te houden. Beginnen we met de CC Cream. Volgens mij was dit wel echt een van het spraakmakendste artikel wat Essence bekend maakte dat hij in de nieuwe collectie zou zitten. Één kleur, 10 natural. Goed voor alle huidtypes, staat er ook op. Clear and correct. Ik was er zelf heel enthousiast over. En deze is volgens mij ook al gereviewd. En ik zal er even een link bij zetten. Want ik was hier heel blij mee. De Pro White Glow. Dit is een lakje die een wit effect moet geven. Wat ik wel heel erg... Ja, eigenlijk gewoon een nieuw whitener. Hè? Een nagelbitter. Heel blij mee. Ik heb zelf nog nooit een nagelwhitener gehad. Dus ik ben wel benieuwd naar deze ook. Mooi roze gloedje. Volgens mij ben ik ook wel benieuwd om wat hij afgeeft. Ik denk ook echt gewoon een beetje roze. Ja, goed. Die dus. Die zit dan ook in de collectie. Natuurlijk. Een Color & Go lakje in een nieuw kleurtje. Splash. 172. Nou, pas wel bij de zomer natuurlijk. Splash. Watergolven. Zoiets, Color & Go lakjes die zijn op, ja, wat dat betreft wel heel fijn gewoon. Kan ik verder niet echt heel kort of lang over zijn. Ze zijn gewoon fijn. Ze hebben een fijn prijsje en ja, that's it. De Lash Curler. Deze is nieuw in de collectie. Het is eigenlijk de bedoeling als jij je mascara aanbrengt dat je deze draait en dan... Zout krullen, alleen dat draaien is niet echt een heel erg groot succes. Als je het aan het aanbrengen bent. Maar goed, het is wel leuk dat hij erin zit natuurlijk. De mascara zelf is heel fijn, alleen draaien vind ik niet zo. Dan zie ik hier de Maximum Volume Mascara. Deze geeft meer volume. Zit in een heel speciaal borsteltje op als ik het zo zie. Groene verpakking, zwarte mascara gewoon. Ja, hij heeft hele fijne haartjes. Echt heel fijn. Leuk. Echt een hele leuke mascara ook weer, vind ik zelf. De nieuwe lipglossjes. De Long Lasting Lip Gloss XXL in een mat kleurtje, mat effect. Mooi rood ook. Volgens mij staat er, Silky Red heet deze. Zat al in het assortiment. Alleen deze hebben dan weer
ja, een nieuw verpakking gekregen. Dus we zijn ze niet kwijt, maar ze zijn alleen wat vernieuwd. En nog eentje in de kleur Baby Dolls Favorite. Hele fijne lipglossjes van Essence. Dan hebben we nog twee artikeltjes van deze kant. Dat is de eyeliner pen waterproof. Dus gewoon voor een eyeliner te zetten. Een waterproof. Ben ik zelf niet zo heel erg fan van zo'n pen. Maar ja, we weten het nooit. Misschien is die wel heel fijn. Ik gebruik meestal zelf gewoon een kwastje en een vloeibare. Die. Deze heeft de kleur 1. Het zal wel in 1 maat verkrijgbaar zijn. Of in 1. Kleur. Een eye pencil, hot scorch. Hele fijne penseeltjes zijn dit. Deze kun je namelijk draaien. En dan, deze zijn gewoon ook wat, een beetje wat, ja, natter en gewoon veel fijner om aan te brengen dan die droge pennen die je moet slijpen. Maar dat vind ik zelf. Zo, andere kant. Een 3D oogschaduwtje. Waren we natuurlijk al heel enthousiast over de 3D oogschaduw. Dus nieuwe kleuren. Irresistible Front Rot 11. En deze. Als ik open wil tenminste. Ja. Kijk. Die heeft een hele mooie overgang. Vind ik zelf echt een van de mooiste nieuwe kleurtjes die erbij zijn gekomen van deze. Dan hebben we ook een gewoon basis oogschaduwtje. Dit is de Miss Atlantis. Ja, ook eigenlijk wel lekker zomers. Ja, mooi blauw. Echt mooi voor de zomer. De Essence All About Nude Eyeshadow. Deze zijn in 3 paletjes uitgebracht. Nude is er eentje van. Je hebt ook Candy. En die andere weet ik zo niet. Ik heb zelf de Candy versie. Deze hadden ze niet. Mooie nude kleurtjes. Blijven mooi lang zitten. En ben hier ook heel nieuwsgierig naar deze. Heatwave. De blush. Ik heb de roze geprobeerd van deze. Je hebt er in 2 kleuren. Ik heb zelf de andere versie geprobeerd. Deze vind ik ook wel heel erg mooi. Die overgang van het roze naar het oranje. Echt super. Je gaat er maar liggen. Ja, het is een multicolor blush. Hè. Het is echt een hele mooie blush die je ook heel duidelijk ziet. Een beetje uitvegen is dan ook geen overbodige luxe. Maar het zijn wel hele fijne producten ook. Het laatste artikel wat erin zit, dat is de All About Matte All Control Make-up Base. Volgens mij is deze vervangen, want je had eerder al een make-up base. Maar deze is, ja, vervangen tot een ander. Het zijn wel hele kleine tubertjes, moet ik zeggen. Het is maar 12 milliliter. Als ik dan die van mijn eigen zie, die van de HEMA, er zit toch gewoon meer in. En je betaalt er dan toch nog wel een beste prijs voor. Deze is volgens mij ook heel goed in combinatie met die control papers, zeg maar, die blaadjes. En ja, ik ga hem zeker wel proberen hoor. Ik ben er wel heel benieuwd naar, maar ik vind hem erg klein aanvoelen, laat ik het zo zeggen. Nou, dit was mijn filmpje over deze tasjes. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als jullie op de hoogte willen blijven van mijn vordering op YouTube, klik dan even op abonneren. Ik zal even de linkjes erbij zetten van de artikeltjes die al gereviewd zijn. Mocht je daar nieuwsgierig naar zijn. En ik hoop jullie gewoon heel snel weer te zien. Doei!